Van de 28 politieke partijen zijn er slechts vier vrouwelijke lijsttrekkers. En ook die eerste vrouwelijke premier gaat er deze verkiezingen niet komen. Maar waarom zijn er eigenlijk zo weinig vrouwen in de Nederlandse politiek? Wat zegt de wetenschap? Precies 100 jaar geleden kregen vrouwen stemrecht. Kort daarna konden vrouwen ook gekozen worden. Dit lukte Suze Groeneweg. Zij werd in 1918 als eerste vrouw in de Kamer gekozen. Inmiddels zijn we van 1 naar 57 vrouwen gegaan in de Tweede Kamer. Een flinke toename, maar nog steeds niet de helft. Dit is overigens niet alleen in Nederland zo. Wereldwijd is maar 23% van alle parlementariërs vrouw. Qua ministerspost is het aandeel vrouwen nog vele malen lager. Tot nu toe hebben we in Nederland maar 33 vrouwelijke ministers gehad. En nog nooit is een vrouw dicht bij het ambt van minister-president gekomen. Maar waarom is het aandeel vrouwen in de politiek eigenlijk zo laag? Dit heeft drie redenen. Allereerst moeten vrouwen er zelf vertrouwen in hebben dat ze gekwalificeerd zijn voor de politiek. Beeldvorming is daarbij een belangrijke barrière. Er heerst nog steeds een algemeen idee dat vrouwen minder geschikt zijn voor de politiek dan mannen. Structureel zie je dat ondanks dat vrouwen steeds hoger zijn opgeleid, ze nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in topfuncties. Daarnaast moeten excellente vrouwen komen bovendrijven in de kandidaatstellingsfase. Maar juist in deze hele belangrijke fase zijn vrouwen die potentieel geschikt kunnen zijn, minder zichtbaar dan mannen. Om tenslotte daadwerkelijk verkozen te worden, is de plek op de lijst doorslaggevend. Vaak is de nummer twee wel een vrouw. Maar als alle andere vrouwen op de lijst op een onverkiesbare plaats staan, dan worden ze alsnog niet verkozen. Hoe kunnen we dit proces beïnvloeden? In het hele proces blijken vrouwennetwerken binnen partijen essentieel. Ze maken vrouwen zichtbaar, ze trainen vrouwen, ze scouten en ze dragen actief lijstjes aan, met name voor kandidaatstellingscommissies. Ook lobbyen ze voor meer vrouwen in de partijtop en kandidaatstellingscommissies, zodat vrouwen zelf ook invloed krijgen op de samenstelling van de lijsten. Wat trouwens ook helpt zijn streefcijfers met een ritsmodel, waarbij mannen en vrouwen steeds om en om op de lijst staan. Dit is vooral succesvol geweest in de PvdA. De SGP is trouwens de enige partij waarvoor nog nooit een vrouw op de lijst heeft gestaan. Je kunt natuurlijk ook zeggen, waarom niet gewoon een kwotum, zoals sommige partijen willen. Maar een kwotum is een laatste redmiddel. En het is als instrument alleen sowieso nooit genoeg. Het moet altijd samengaan met andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld een ritsysteem. Discussiëren over een vrouwenquotum heeft trouwens wel een heel erg belangrijk effect: het houdt het thema op de agenda en het zorgt voor bewustwording. Wat veel lastiger te beïnvloeden is, is de beeldvorming rondom vrouwelijke politici. Wat in ieder geval helpt, zijn rolmodellen om te laten zien dat het kan. Zolang dit het beeld is van de politiek, blijven we vrouwelijke politici een uitzondering vinden. En als dit de top 3 is van een lijst, dan is het natuurlijk onwenselijk als deze vrouwen worden aangemerkt als Geert Angels. Tot slot, als jij een gelijkere man-vrouw verdeling in de politiek belangrijk vindt, dan kun je natuurlijk ook op een vrouw stemmen. Niet op de toch wel verkiesbare nummer 2, maar op een vrouw die lager op de lijst staat. Want als de huidige peilingen uitkomen, dan zal het aantal vrouwen in de Tweede Kamer niet stijgen, maar dalen. En dat zou zonde zijn.